Hey beautiful people, ik ben Brandy. Welkom op mijn kanaal en in een nieuwe video. Vandaag heb ik de eerste episode van Brandy Talk. Brandy Talk gaat een serie worden waarin ik gewoon video's maak over dingen zoals dating en gewoon lifestyle en tips video's en all of that, zeg maar heel erg informatieve video's over zelfvertrouwen of over dating life of over jezelf opbouwen. Over business wil ik het uiteindelijk ook doen. Ik heb wat plannetjes voor in de toekomst. En ja, ik dacht dat is wel een leuk concept en ik hou van praten natuurlijk. Dus ik dacht voor deze eerste Brandy Talk gaan we het houden over online daten. Ik date zelf al heel lang online. Echt sinds ik echt begon met daten was het online, zeg maar. Omdat ja, ik was natuurlijk wel echt zo'n internetbaby. Toen ik een tiener was, ja, was internet echt hot. Had je MSN en weet ik veel wat allemaal. Dus ja, ik ben er echt wel zo ingevallen, zeg maar. En ik dacht, ik ga gewoon jullie mijn tips geven die ik zelf ook gebruik om online te daten. En ik vind dat ze me tot nu toe wel gewoon heel goed hebben geholpen. Ik heb heel veel nare dingen met deze tips kunnen dodgen, zeg maar. Dus ik dacht, ik ga er gewoon een video over maken. En ja, ben jij ook iemand die online date? En wil jij weten wat voor handige tips ik heb? Misschien heb jij er wat aan. Blijf dan kijken. Zo, ik heb notes hier. Ik heb een heel lijstje gemaakt van 8 tips die ik jullie ga geven voor het online daten. Dus laten we naar de eerste gaan. Nummer 1 is: ga pas daten wanneer je er klaar voor bent. Oké, kijk, ik vind als jij er niet klaar voor bent, als jij heel erg struggelt met je lichaam bijvoorbeeld, of heel erg struggelt met, misschien heb je iets aan jezelf dat je niet leuk vindt, innerlijk of uiterlijk. Ga dat eerst fixen. Want zo voorkom je dat je de eerste beste idioot op je neemt, weet je wel. Zorg ervoor dat je zelf klaar bent om te daten. Dat je, kijk, onzeker zijn hebben we allemaal en dat gaan we altijd houden, want daar zijn we mensen voor. Maar als je echt iets hebt aan jezelf of in je leven of wat dan ook wat je echt haat en wat je ongelukkig maakt, ga dan niet daten. Want hoe ga je iemand anders gelukkig maken als je jezelf niet eens gelukkig kan maken? Dus mijn eerste tip is: ga pas daten als je er klaar voor bent. Als je, if you have all your ducks in a row, ga dan lekker daten. Anders, wacht er nog even mee. Luister, die mannen gaan nergens. Er zijn genoeg. Zo, het komt heus wel goed. Tip 2. Weet met welke reden je gaat daten. De reden waarom ik dit zeg is omdat, kijk, ik ben ook wel eens in mijn vroegere jaren, toen ik pas in de dating scene kwam online, ben ik ook wel eens in conversations gekomen waarbij je eigenlijk ga denken in het midden van de conversation van, hey, dit is eigenlijk helemaal niet waar ik hier voor, waarom ik hier ben, of dit is mijn ding niet, of whatever. Het is belangrijk om te weten waarom je date, zodat je dat ook aan mensen kan overbrengen. Kijk, als jij date om gewoon een snel vluggetje te scoren, prima. Weet je, maar dan weet je dat en dan kan je dat aan iemand aangeven die misschien wel wat meer wilt. Een dame of een heer die misschien wel wat meer zoekt dan alleen een vluggetje. Kan je zeggen, joh, sorry, ik ben hier niet voor dat. Ik ben hier gewoon puur om, hè, to get my freak on. En daarna, bye, see you later, you know. Als jij date omdat je denkt van, ik wil gewoon echt iemand leren kennen. Hoeft niet gelijk helemaal serieus, maar gewoon iemand leren kennen. Even leuke dingen doen, weet je. Dat is ook soms gewoon super leuk als je gewoon iemand hebt waarmee je leuke dingen kan doen. Dan weet je dat. En dan kan je dat ook overbrengen aan iemand die misschien een vluggertje wil. Dan zeg je, joh, ik ben hier niet echt voor dat. Ik ben wel down om gewoon leuke dingen te doen. We kunnen chillen, we kunnen pipen, we kunnen naar bioscoop. We kunnen, weet ik veel, in een parkje zitten met een wijntje. En just reminisce about old times. You know, whatever. Als je iemand bent die bijvoorbeeld wel wat serieus zoekt, weet, dan moet je ook je zo opstellen. Snap je wat ik bedoel? Omdat mensen kunnen niks ruiken. Snap je? Je moet aangeven van dit en dit is wat ik wil. Zodat je mensen de kans kan geven om voor hunzelf te bedenken van, hey, wil ik dit ook of niet? Want
Luister, niemand heeft zin in tijdverspilling, snap je? Niemand heeft tijd om zijn tijd te verspillen. Dus laten we dat vooral niet doen. Laten we vooral gewoon eerlijk zijn en duidelijk zijn naar elkaar toe. Zodat je gelijk weet hoe of wat. Dus weet waarom je date, zodat je dat de ander ook heel subtiel kan. Ja, of ook gewoon recht door zee. However you wanna bring it. Zorg gewoon dat degene met wie je praat weet van joh, dit en dit en dit zijn mijn motives. Want niemand houdt van tijdverspillen. Tip 3. Laat je niet meeslepen. Weet je, ga voor jezelf bedenken van wat zijn mijn regels? Wat vind ik te ver gaan als conversation? Wat vind ik onbeschoft? Wat accepteer ik niet? Weet je, ga een beetje bij jezelf naar wat zijn jouw... waar zijn jouw grenzen? Omdat het is online daten en er komt zoveel op je af. En kijk, mensen hebben niet altijd dezelfde morals. Mensen hebben niet altijd dezelfde manieren, weet je wel. Ik heb ook wel eens onbeschofte comments gehad die ik bijvoorbeeld onbeschoft vind. Misschien vindt iemand anders die niet onbeschoft. Ga bij jezelf na van, hey, wat pik ik en wat pik ik niet? Zodat je dat of aan kan geven of kan bij jezelf kan bedenken van, oké, diegene geeft mij deze vibe. Ik ga gewoon me terugtrekken, want dit is niet voor mij. Weet je, dit gaat te ver in mijn... in mijn no-go zone, you know. Dus mijn tip is gewoon, weet wat je regels zijn. Weet waar je grenzen zijn, weet je wel. Qua gesprek of qua afspreken of whatever. Weet je, qua foto's sturen bijvoorbeeld ook. Weet wat je grenzen zijn en wees niet bang om die gewoon aan te geven. Want, again, er zijn genoeg vissen in de zee. Er zijn genoeg vissen in de zee, weet je. Ik heb ook wel eens gehad dat ik echt een hele leuke jongen was tegengekomen online. En ik dacht echt van, oh, die is echt nice, spang. He looking like a snack and everything, you know. Maar dat gesprek ging heel snel left. En ik dacht, nou, dit is niet echt mijn kiek. Dus toen moest ik ook gewoon zeggen van, joh, luister, het was leuk, maar... You know, see you later, alligator. You know, en soms is dat wel jammer omdat je denkt van, ja... Het is toch wel een hele leuke dude. Maar ja, als het mijn grens overgaat, dan heeft dat geen zin. En vooral wanneer je aangeeft dat je grens overgaat en diegene doet er niks mee, moet je niet willen. Moet je absoluut niet willen. Dus weet wat je grenzen zijn en wees niet bang om ze aan te geven. En dat is ook al helemaal in real life. Like, in real life moet je al helemaal weten wat je grenzen zijn. Gelijk aangeven. Weet je, niet denken van... Voor de vrouwen, ga niet antwoorden met misschien, ik weet niet, we zien wel. Want de enige wat mannen horen is ja. Oké? Mannen begrijpen nee. Ja, dat is het enige. Mannen begrijpen nee. En dat is het enige wat ze begrijpen. Ga niet antwoorden met misschien, we zien wel. Snap je? Want dan zien ze een mogelijkheid voor ja. En dan zit je in de shit. Oké, dus wees gewoon duidelijk. Wees gewoon duidelijk. On to the next. Tip 4. Tip 4 is de fototip. Ik hou altijd een regel voor mezelf aan dat ik minimaal 3 foto's upload. En maximaal 8. Because you don't want to overdo it. You don't want to show every single thing. Daar heb je Instagram voor. Daar heb je Facebook voor. Daar heb je weet ik veel wat voor apps je allemaal gebruikt voor. Ik denk sowieso op een dating site moet je minimaal 3 foto's, max 8. En de 3 foto's die... Kijk, stel je voor je wilde maar 3. De 3 foto's die ik sowieso erop zou zetten is 1 een facefoto. 2 een bodyfoto. En 3 gewoon een foto naar jouw keuze. Ik zou niet een foto van iets doen of een quote. Dat zie ik ook heel vaak langskomen. Of een quote of... een foto van je hond. Ik zou wel zorgen dat je op die derde ook staat. Gewoon puur omdat je er maar 3 hebt. Dus als je een foto wil maken met je hond. Is a different. Dat is een ander ding. Maar ik zou er wel zorgen dat je op alle 3 gewoon staat. En op alle 3 duidelijk staat. Zorg dat het leuke foto's zijn. Weet je. Zorg dat het of een beetje fashionable artsy foto's zijn. Of gewoon leuke foto's. Waar je echt kan zien van. Hey, she's enjoying herself. Weet je wel. Of he's enjoying herself. Ga niet foto's zetten. Ik zie wel eens foto's voorbij komen van kills die dan super donker zijn. Weet je. Ik zie helemaal geen moer. Weet je wel. Daar heeft niemand wat aan. Of alle foto's hebben 20 vrienden erop. Heeft niemand wat aan? Heeft niemand wat aan? Soms zie ik zelfs gasten waarvan ik niet eens weet wie het is. Omdat elke foto staan ze met iemand. En op elke foto staan een beetje dezelfde mensen. Weet je wel. Niemand weet wie je bent zo op die manier. Snap je wat ik bedoel? Dus nogmaals.
één facefoto in ieder geval, zodat mensen kunnen zien, hè, je face. Het is leuk als je misschien lacht of als je, ja, fashionable kijkt of weet je wel. Twee, een lichaamsfoto. Mensen moeten weten hoe je eruit ziet, omdat iedereen heeft zijn voorkeur. En om nare dingen te voorkomen, want ik heb ook wel eens een situatie gehad dat ik met een jongen ging praten. Dat weten jullie, mijn catfish verhaal. Nou, ik ga het niet vertellen. Als jullie mijn catfish verhaal willen weten, het is in een van mijn mukbangs. Volgens mij mijn McDonald's mukbangs of Kentucky of zo. Kunnen jullie terugkijken, dan weten jullie waarom ik zeg dat je een bodyfoto moet uploaden, omdat iedereen heeft zijn voorkeur. En dat is ook helemaal niet erg, want ik heb ook mijn voorkeur, jij hebt ook je voorkeur. Iedereen heeft wel iets aan iemand waarvan die dat graag wil zien in iemand die die date. Helemaal niet erg, maar dan weet je waar mensen aan toe zijn. Dan kunnen mensen voor zichzelf kijken van, hey, zij ziet er leuk uit, haar ga ik messagen. Of hij ziet er cool uit, haar ga ik messagen. Weet je wel. En de derde foto is gewoon een leuke foto. Zorg wel dat je erop staat. En als je meer dan drie foto's hebt, kan je altijd nog een foto van je hond. Of een vakantiegroepsfoto. Of weet ik veel. Ik zou geen quotes doen. Dat zou ik niet doen. Dat is gewoon een personal thing. Dat zou ik niet doen. Daar heb je je Instagram voor. Facebook, je weet toch. En ja, absoluut niet, zeg maar, 8 foto's aan met vrienden. Dat zou ik sowieso niet doen. Dat is ook een hele andere environment. Je ziet er anders uit, je weet je. En ook, ik zou niet voor de dames, als jij niet iemand bent die constant make-up draagt, zou ik niet alle foto's met make-up doen of met echt een full face glam doen. Omdat dat is niet hoe je bent in real life, weet je toch? Als jij wel iemand bent die loopt met een full face glam 24/7, dan moet je het vooral doen. Maar bijvoorbeeld, ik ben niet altijd glam. Dus ik heb ook gewoon foto's met mijn bril. Ik heb foto's zonder bril, weet je wel. Ik doe een beetje een gezonde variatie van foto's van mezelf. En ja, tip 5. Wacht niet te lang met afspreken. En de reden waarom ik dit zeg is, vaak... Wat ik heel vaak heb, is hoe langer iemand wacht om af te spreken met mij, hoe... kijk, tenzij het gesprek echt top is. Maar hoe langer iemand wacht, gaat het verwateren, weet je wel. En dan heb je het eigenlijk geen kans gegeven. Want wie weet was het wel heel leuk geworden. Dat weet je niet totdat je iemand ontmoet, weet je wel. Mijn regels altijd een beetje, zeg maar... Ik probeer het meestal niet langer dan 2 maanden te doen. Zeg maar dat ik iemand niet zie. En dat is gewoon puur omdat ik ben ook heel druk. Weet je wel. Dat is gewoon puur omdat ik heel druk ben. En vaak als ik met iemand ga praten. Dan heb ik al sowieso voor de next 2 weeks plans. Zo. Weet je. Maar na de 2 maanden wordt het toch wel een beetje lang. En op een gegeven moment. Je wil wel weten met wie je te maken hebt. Weet je wel. En als het toch wat langer is. Zorg in ieder geval dat je kan facetimen. Videobellen noem ik het altijd. Dat je gewoon kan videobellen. En dat je diegene in ieder geval ziet. Dat je in ieder geval een klein ideetje krijgt van de show waar je mee dealt. En ja, ik denk, dat is het gewoon meer, weet je. Ik denk dat op een gegeven moment moet je wel gewoon weten met wie je praat. En dat gaat je ook tijd besparen, weet je wel. Want ik heb ook wel eens gehad toen ik jonger was. En dan ging je langer met mensen praten online. En dan, hè, dan praat je met elkaar maanden. Dan zie je elkaar en dan is het helemaal niet... Dat je denkt van, weet je wel, het praten was echt, ja, leuk, dit en dat. En dan zie je elkaar en denk je, bla. Weet je wel, en dan denk je van, ik heb al deze maanden geïnvesteerd in iemand. Terwijl ik had echt, zeg maar, al een jaar geleden of 4 maanden geleden al kunnen weten van hoe of wat als ik eerder had afgesproken met diegene. Dus wacht niet te lang, ga lekker afspreken, weet je wel. Ik heb ook wel eens gehad dat ik met iemand vandaag praat en over 2 dagen ga ik afspreken. Of ik leer iemand maandag kennen en weet ik veel, vrijdag hadden we al een date of zo. Weet je wel, dat is altijd wel het ideale. Lekker snel en dan kan je ook gelijk zien van, hey, werkt dit niet. En ja, tip 6. Tip 6 sluit aan bij tip 5. Voor een eerste date zou ik altijd gewoon een openbare plek doen. Ik zou altijd gewoon in een stad ergens of in een park of weet ik het. Gewoon ergens waar de mensen zijn.
Tenzij je voor een bepaald ding gaat afspreken. Kijk, als je gewoon gaat afspreken voor een vluggetje, dan moet je het zelf weten. Maar voor de mensen die wel gewoon afspreken om echt op date te gaan. Ik ben oldschool. Ik date echt, zeg maar. In de zin van bioscoop, bowlen, uit eten. Ik vind dat soort dingen leuk. En voor de eerste date is mijn regel altijd, zeg maar, dat ik niet bij mensen thuis ga. Tuurlijk, het is niet dat het nooit voorkomt. Want ik heb ook wel eens een eerste date bij iemand thuis gehad. En dan heb je gewoon zelf in de hand of er wat gebeurt of niet, weet je wel. Ik probeer een eerste date dan gewoon echt heel casual te houden. Gewoon Netflix, een goed gesprek, weet je, wat eten bestellen. En then I'm on my way, je weet toch? Ik vind als jij iemand bent die wel gewoon een eerste date thuis bij iemand wil houden en je bent daar comfortabel mee, moet je gewoon doen wat je wilt doen. If you like it, I love it. Maar voor mij persoonlijk doe ik het liever niet, omdat vooral als je, zeg maar, date voor meer dan alleen een vluggetje, zou ik het niet doen, omdat je geeft toch wel een beetje mixed signals. En ik vind het dus helemaal niet erg om je best te doen voor iemand, weet je wel. Als man, zowel als man als vrouw, is het helemaal niet fout om je best te doen voor iemand. En ik vind als je een date in elkaar zet of als je een date plant voor iemand, dat geeft toch wel weer een extra iets dat je denkt van, wauw, oké, deze heeft er wel over nagedacht. En ik vind dat altijd super leuk. Dus dat is alleen maar extra, weet je. Als ik met iemand op date ga en diegene heeft het al uitgezocht en dit en dat. Of ik bedenk een date. Ik vind het ook hartstikke leuk om een date te bedenken, ook al ben ik soms niet even creatief. Het is toch wel iets extra's wat je erin hebt gezet. En dat is ook vaak leuk voor de ander. En ja, dus de eerste date voor als je meer dan alleen, hè, de boom doom, boom boom dingen wil doen, zou ik niet bij iemand thuis doen. Zou ik niet doen. Dus ja. Tip 7. En dit is eigenlijk een beetje voor de dames. Ik weet niet of de mannen kijken, maar dit is voor de dames. Als je met een man op date gaat, ga er nooit van uit dat hij alles betaalt. Ga er nooit van uit. Ik weet het, ik weet het. Ik hoor nu sommige vrouwen al schreeuwen van, ja, maar Brandy, ik ga niet op date met broke. I get it, girl. I feel you. I feel you. We in the same boat. I get it. Maar dit is 2019. And these ninjas out here are, some of them are hella broke, okay? Nee, even serieus. I'm so shady. Anyway, even serieus. Kijk, weet je wat het is? Tuurlijk is het leuk als je, zeg maar, iemand ontmoet waarvan je denkt van, oké, hij betaalt alles, hij regelt alles, ik hoef alleen op te komen dagen. Look at snatch for the girls. You know? Tuurlijk is dat leuk. Alleen, ja, dit is de moderne tijd en niet alle jongens zijn zo meer. Ik denk dat vroeger meer mannen zo waren, dat ze gewoon meer dingen gingen regelen en dat ze gewoon dachten van, ja, ik neem een vrouw mee op date, dus ze hoeft niks voor niks te betalen. Die zijn er nog wel, hoor, trouwens. Die zijn er nog wel. Er zijn nog wel mannen die gewoon alles regelen, die je komen halen en weet ik veel wat. Die zijn er nog wel. Maar regardless Of het wel een jongen is die dat doet, zorg altijd dat je je centjes bij je hebt. Want dat is niet alleen voor het eten, niet alleen voor het feit dat hij misschien niet alles zou betalen. Het is ook voor, luister, je bent van huis. Ook al ben je in je eigen stad, je bent van huis. Dus er kan altijd wat gebeuren waardoor je moet betalen voor reiskosten. Of waardoor je moet betalen voor een taxi. Of waardoor je, weet ik veel, iets moet kopen in de nood. Of zorg altijd dat je voldoende geld bij je hebt om je eten te bekostigen en eventueel je vervoer of iets wat er mis zou kunnen gaan, weet je wel. Ga nooit op en neer. Want ik ken bijvoorbeeld chickies die gewoon tegen me zeiden van, ja, ik ga gewoon op een paar dates, dan kan ik mijn geld besparen, want dan heb ik een paar etentjes die dan voor me betaald worden en zo, bla bla, weet je wel. Kijk, ik weet niet, maar ik heb een date nooit gezien als een meal ticket, weet je. Kijk, er zijn vrouwen die dat wel doen. Nogmaals, if you like it, I love it. Whatever floats your boat, you know, whatever floats your boat. Maar mij is altijd geleerd door mijn vader en mijn oma van, zorg altijd dat je voldoende geld bij je hebt. Want bijvoorbeeld, diegene kan ook gewoon zijn pasje zijn vergeten. Of stel je voor, ze hebben net iets van zijn rekening gehaald en hij
niet goed. Hij, weet je, hij kan het niet bekostigen. Is allemaal niet erg. Maar dan kan jij gewoon zeggen van joh, weet je, ik heb genoeg geld. Prima, dit of dat, weet je wel. En ik denk dat het altijd gewoon belangrijk is dat je zelf van jezelf even kan rondkomen. Dat is gewoon een personal thing. So yeah. Tip 8 is de laatste tip die ik heb voor deze video. Tip 8 is verlies geen hoop. Ik weet dat het daten moeilijk is. Ik had het laatst erover met een kijker. Ze is zo lief. En we hadden het ook over mannen troubles. En ja, ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat het vermoeiend is. Girl, I know I've been there. Done it. Seen it all. I've been there. Het is vermoeiend. Het is soms... Soms kan het echt gewoon je mind, je mood opfokken. Alles. Ik weet hoe het is. Verlies geen hoop als je al heel lang single bent. Of als je echt zo graag een relatie wil. Verlies geen hoop. Als je het gevoel hebt alsof je een beetje hoop verliest. Of dat het je een beetje te veel wordt. Neem gewoon een break. Weet je hoe vaak ik een break neem van daten? Ik neem heel vaak gewoon een break. Dan verwijder ik even mijn profiel. Dan kom ik weer tot mezelf. Kom ik weer tot rust. Getting my shit together. En dan wanneer ik denk van oké, I am zen. I'm ready. Dan spring ik weer in de dating scene. Dus het is helemaal niet erg als je overwhelmed raakt. Als je even gewoon de moed kwijt bent. Omdat je al op de zoveelste date bent geweest met een of andere clown. En hij gewoon, ja, gewoon een nietsnut is. I've been there. Like, I've had idiots. I've had, you know, crazy people. I've had, like, I've seen it all, you know, basically. Dus, het is echt niet erg. En vooral ook, en ga niet settelen voor iets waarvan je weet van, hey, dat is eigenlijk niks voor mij, maar ik wil niet alleen zijn of ik wil niet, ik ben bang. Weet je, wees nooit bang om alleen te zijn, want op elke potje past een dekseltje. En is het vandaag niet, kan het morgen zijn, misschien is het volgende maand, misschien is het volgend jaar. Maar, but it's worth waiting. En ga vooral ook niet zoeken, weet je, laat het gewoon over je heen komen. Als je een datingprofiel maakt, maak het ook met een nuchtere mind, weet je. Ga niet denken van, oké, this is it. Hier ga ik hem vinden. Dat ga je niet vinden. Omdat je er zoveel druk op legt, ga je het niet vinden, weet je wel. En nogmaals, als het je te veel wordt of als je gewoon denkt van, hè, ik verlies moed. Elke date die ik tot nu heb gehad is gewoon een of andere idioot. Neem gewoon even een pauze. Ga een beetje aan jezelf werken. Ga lekker je ding doen. En dan als je weer denkt van ja, ik ben er klaar voor. Ga gewoon weer daten. Want luister, die apps zoals Tinder en Badoo en Bumble en de 80 anderen die er zijn. Zijn er morgen ook nog wel. Dus zijn er volgende maand ook nog wel. En zijn er volgend jaar ook nog wel. Dus je kan gewoon rustig even een break nemen van een week. Van een maand, van een half jaar, van een jaar. Hoe lang jij nodig hebt. En dan, then we will jump back into the ring. En ja, dat waren mijn dating tips. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat iemand er wat aan had. Als jullie vragen hebben, laat ze beneden in de comments. Ik antwoord altijd. Ik zie ze altijd. Er kan soms wel een dagje overheen gaan voordat ik antwoord. Sorry guys, I work and I have a life. And you know. So yeah, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie ervan hebben kunnen genieten. En... ja, duimpje omhoog als je het leuk vond. Subscribe, subscribe, subscribe. Abonneer, abonneer, abonneer. En ik zie jullie in de volgende. Love you guys. Bye. Ik zit de laatste tijd gewoon niet lekker in mijn vel. En ik had een high met mijn haar. Dat ik mijn haar had geknipt. En ik voelde me zo goed. En ik voel